Welkom bij een nieuwe video. En dit is de video van de puzzel van Jan van Haasteren, Tennis à la Cartoon. Het is eigenlijk slecht te lezen, zo over die afbeelding heen. Maar hier zie je het, Tennis à la Cartoon, 1000 stukjes. En de uitgever is niet Jumbo, maar PTZ. Het is een andere serie uitgaven van andere uitgever, dus PTZ. Is al een oudje uit 1983, ziet er ook wat ouder uit, de doos ook en de puzzelstukjes ook. Is dit een zeldzame? Nee, deze zie je best vaak voorbij komen. Misschien moet je net iets meer dan 10 euro betalen, maar dat denk ik bijna niet. Dit is wel een veel voorkomende, de Tennis à la Cartoon. Ja, die PTZ-serie, dat is een serie van 8 puzzels die is uitgekomen in totaal. Waarvan er eentje van Tennis à la Cartoon is, 3 van Golf à la Cartoon en 4 van Casino à la Cartoon. Ik ga dat nog wel in een andere video verder uitleggen. Als ik een andere Golf of Casino à la Cartoon behandel, dan ga ik dat verder uitleggen waarom er daar zoveel van zijn. Zoals je ziet, verticale puzzel, ja, die werd vroeger nog wel eens gemaakt. Mensen vinden het gewoon niet zo fijn puzzelen verticaal. Dan moet je heel erg over die puzzel heen hangen. En wat kunnen we hier nog meer over vertellen? Nou, de zijkant van de puzzel, wat je hier ziet. Van den Berg reclame, Alkmaar, Nederland. Ja, ik denk dat het toch een soort promotiepuzzel is geweest, uitgegeven door PTZ. De tekenaar was natuurlijk Jan van Haasteren. Voor Van den Berg reclame, dat is verder onbekend. Ik heb dat niet kunnen vinden of horen bij iemand. Nummer van deze puzzel is 100-2300-0. En zoals je hier ook ziet, de puzzel, de afmerkingen zijn 68x44. Terwijl de normale puzzels van Jan van Haasteren, die zijn 68x49. Dus ook iets anders. De doos is ook echt een stukje groter dan een normale Jan van Haasteren doos van 1000 stukjes. Dus dat is eigenlijk ook nog een verschil.